zijn rond 9:15 gealarmeerd voor een brand bij een bedrijf wat houtvezels produceert. Er is brand ontstaan in een van de machines achter in deze hal. En die brand heeft zich verspreid naar de nok van het bedrijf met onder het dak. En we zijn dit moment bezig om gaten in het dak te maken om de brand goed te kunnen blussen. Personeel heeft nog geprobeerd om een bluspoging te ondernemen. Daarbij hebben ze rook ingeademd. Ze zijn gecontroleerd door het personeel van de ambulance en ze maken het gelukkig goed. We hebben opgeschaald naar een grote brand. Dat betekent dat we met 3 tankhouders buiten hier te plaatsen zijn en met de hoogwerker. Nou, er is rook vrijgekomen bij deze brand en rook is natuurlijk nooit gezond. Alleen de concentraties zijn dusdanig laag dat het geen gevaar heeft opgeleverd.